Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, Vierhavel, Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag wil ik het hebben over rekenregels voor wortels. Die moet je dan gebruiken om formules met wortels mooier te schrijven, te herleiden, zoals dat zo mooi heet in de wiskunde. Met een aanvullende regel dat wortels in de noemer van een breuk vinden we niet mooi. Dus eerst maar eventjes de basisregels. De basisregels zijn dat de wortel van A keer de wortel van B gelijk is aan de wortel van A keer B. En als je dat niet gelooft, laten we even een voorbeeldje doen. Laten we kijken naar de wortel van 2 keer de wortel van 3. Wat is dat nou? Om erachter te komen wat het is, kunnen we het gaan kwadrateren. En dan komt er misschien wel een mooi getal uit. Dus het kwadraat van iets betekent keer zichzelf. Dus dan krijg je hier wortel 2 keer wortel 3 keer wortel 2 keer wortel 3. Ja? Hier namelijk dat getal en hier nog een keer dat getal. Maar in een vermenigvuldiging mag je de volgorde van die dingen gewoon aanpassen. Dus er staat eigenlijk wortel 2 keer wortel 2 keer wortel 3 keer wortel 3. Maar wortel 2 keer wortel 2 is 2. Dat is het hele idee van wortel 2. Hè? Het getal wat je moet kwadrateren om 2 te krijgen. Het positieve getal. En ook wortel 3 keer wortel 3 is 3. Dus dit is 6. Dus whatever wortel 2 keer wortel 3 is, het kwadraat ervan is 6. Nou, als het kwadraat van een getal 6 is, dan is het getal zelf plus of min wortel 6. Maar dit zijn allemaal positieve getallen. Dus dit is inderdaad gelijk aan wortel 6. Want wortel 6 in het kwadraat geeft ook 6. En zoveel mogelijkheden zijn er niet voor getallen die in het kwadraat 6 zijn. Dus op zo'n manier kun je met kennis van de eerste en tweede klas beredeneren dat dit ding waar is. Je zou het zelfs ook met symbolen kunnen doen. Maar dat voegt niet zoveel toe. Dit voorbeeld werkt met alle getallen. Oké, en je hebt het met een vermenigvuldiging, maar deze regel heb je ook in de vorm van een deling. Namelijk wortel A gedeeld door wortel B is de wortel van A gedeeld door B. Dus als je een breuk hebt in een wortel, dan kan je gewoon de bovenkant en de onderkant apart voorzien van een wortel. En dan is het hetzelfde. Dus dit ga je gebruiken om meerdere wortels te combineren in een formule. En wat een belangrijke basisregel is, dat is eigenlijk wortels in de noemer zijn lelijk. Nog eventjes wat misverstanden wegwerken. Sommige leerlingen zitten op de toets in de stress. En dan zien ze wortel 3 plus wortel 7 en dan denken ze van, dat is vast wel wortel 10. Maar helaas, dat werkt niet zo. Je kunt de wortels niet zomaar optellen. De enige wortels die je kan optellen zijn eigenlijk dezelfde wortels. Hè. Als ik heb 5 wortel 3 plus 2 wortel 3, dan zeg ik, ik heb 5 dingen, ik heb 2 dingen. Dan heb ik dus eigenlijk 7 dingen. 7 dezelfde dingen, 7 wortel 3. Dit is het enige wat je kan met wortels en optellen. En in het volgende theorieblokje is er nog een klein extraatje wat je kan doen, want je kan sommige wortels in elkaar vertalen. Maar dit is de basisregel. Meer dan dit kan je bij het optellen van wortels niet doen. De theorie gaat dan vrij snel. Maar misschien is het leuk om ook nog eventjes wat voorbeeldjes te doen. Ik denk dat het goed is om even te kijken naar som 43 en naar som 46. Daarmee... je kan natuurlijk zelf daar even mee proberen te stoeien. Kijk of je deze regeltjes kunt toepassen. Als je som 43, als je daar niet in één klap uitkomt, geef het niet op. Maar kijk gewoon even bij som 44 of 45. Dat zijn een beetje dezelfde sommen, maar iets minder ver gezocht. Dus wij kijken gewoon eventjes naar 43. En daar staat herleid 4a keer wortel 3... keer A wortel 5. Het boek doet niet de moeite om dat zo op te schrijven. Maar wat hier eigenlijk staat is een vermenigvuldiging van 5 dingen. En in een vermenigvuldiging van 5 dingen mag je zelf de volgorde bepalen. Dus ik mag ook zeggen van, dit is 4 keer A keer wortel 3 keer wortel 5. En dan ziet het opeens een stuk vriendelijker uit. 4 is gewoon 4. A keer A is A kwadraat. En wortel 3 keer wortel 5...
Ja, dan gebruiken we dat regeltje voor. 3 keer 5 is 15. Dus dat wordt 4a kwadraat wortel 15. En dat willen ze. Oké, b. Daar zeggen ze wortel 13,5 min een half wortel 6. Oké. Goed, nou, dit ziet er een beetje raar uit. Wat moeten we hier nou mee? Laten we even kijken naar 13,5. Wat is 13,5 eigenlijk? Hè? Even hier een klapblaadje. 13,5. 13,5 is eigenlijk gewoon 27 tweede. Dus hier staat de wortel van 27 tweede min een half wortel 6. Oké, nou zie ik hier niet direct iets moois uitkomen, maar oké. Deze wortel mocht je met dat regeltje splitsen. Dus dan krijg je bovenin wortel 27 en onderin wortel 2 min een half wortel 6. En we hadden geleerd dat wortels in de noemer zijn lelijk. Dus die wortel 2 die hier in de noemer staat, die willen we eigenlijk niet. En dat kunnen we oplossen door alles eventjes te vermenigvuldigen met wortel 2. Dus boven keer wortel 2 en onder keer wortel 2. Maar alleen deze breuk. En dan krijg je het bovenin de wortel van 2 keer 27, hè, dat is 54, gedeeld door 2. Dus wortel 54 gedeeld door 2. Min wortel 6 gedeeld door 2. Oké, nou dit verwijst eigenlijk alvast door naar de volgende paragraaf. Maar die 54, die kan je splitsen in een 9 en in een 6. En dan krijg je dit. Ik ben trouwens benieuwd hoe het boek wil dat je dit doet. Misschien op een handigere manier of zo. Maar goed, oké. Dus wortel 54, dat kan ik schrijven als de wortel van 9 keer 6. En het is allebei gedeeld door 2, hè? Dus ik kan die breuken gewoon samenvoegen. Dat is deze regel. Als ik heb a bede min c bede, kan ik dat schrijven als a min c bede. Ja? Oké, en wortel 9 keer wortel 6, wortel 9 keer 6 kan ik schrijven als wortel 9 keer wortel 6 min wortel 6 gedeeld door 2. En wortel 9, dat is gewoon 3. Dus dan staat hier eigenlijk 3 wortel 6 min wortel 6 gedeeld door 2. Maar 3 wortel 6 min wortel 6 is 2 wortel 6. En 2 wortel 6 gedeeld door 2 is gewoon wortel 6. Dus eigenlijk is 13,5 wortel 13,5 min een half wortel 6 gewoon een hele moeilijke manier om wortel 6 te schrijven. Nou vraag ik me alleen af of ik dit ook op een makkelijke manier kan doen. Want ik moet hier dus wel die wortel 54 maken en dan opmerken dat 59 is 9 keer 6. Maar dit is iets wat je bij theorie B pas leert. Dus ik vind het een beetje raar dat ze dat op deze manier vragen. Er is vast een snellere manier om dit te doen, maar die weet ik even niet. Oké, gaan we naar 43c. Daar staat, wij moeten 2 vijfde keer a keer wortel 5 in het kwadraat doen. Oké, nou kwadraat betekent hier zichzelf. Dus dat betekent, je krijgt 2 vijfde keer 2 vijfde. Je krijgt a keer a en je krijgt wortel 5 keer wortel 5. 2 vijfde keer 2 vijfde is 4 25ste. A keer a is a kwadraat en wortel 5 keer wortel 5 is 5. En 5 gedeeld door 25, dat is gewoon een vijfde. Dus dan hou je over 4 vijfde a kwadraat. That's it. Nou, dat is mooi. Ik wil nog heel even kijken of ik iets wil zeggen over 43b. En dan gaan we lekker ook nog eventjes kijken naar een andere mooi iets. Nou had ik verwacht dat ik hier op iets kon klikken en dat er dan iets zou komen. Oh ja, hier even kijken. Is hier nog iets slims over op te merken? Ja, nou nee, eigenlijk niet. Wat het boek zegt is van, 13,5, dat kan je toch schrijven als als 9 vierde keer 6. Maar ja, hoe je daarbij komt. Als je dit zo kan schrijven, dan kan je inderdaad zeggen van, kijk, de wortel van 31,5 is de wortel van 9 vierde keer de wortel van 6. Maar ik zie, ik doe het zelf niet eens, ik zie jullie niet
een 9 vierde hieruit halen. Dus ik vind dit een logischere manier. Maar ja, wat je wil. Die 43 bezig is best wel een smerige som. Oké, gaan we naar 46. Is ook leuk. Som 46. Daar staat. Herleid. En dan moet je opeens dingen met haakjes herleiden. Dus wat doen ze nou? Dan zeggen ze 2 wortel 3 keer 4 wortel 3 plus 2 wortel 5. Nou, haakjes uitwerken gaat hetzelfde als in de eerste klas. Dus je doet die keer die en die keer die. Dus als ik het even uitgebreid opschrijf, dan krijg je dus 2 wortel 3 keer 4 wortel 3 plus 2 wortel 3 keer 2 wortel 5. Nou, dit kan je dan opschrijven als 2 keer 4 keer wortel 3 keer wortel 3. Ja, maar je kan het ook gewoon uitrekenen. 2 keer 4 is 8. Wortel 3 keer wortel 3 is gewoon 3. En hier krijg je 2 keer 2, dat is 4. En wortel 3 keer wortel 5, dat was volgens het regeltje wortel 15. Dus mijn antwoord is 24 plus 4 wortel 15. Oké, dat is leuk. Gaan we naar B. 3 wortel 2... Oké. Keer 3 wortel 2 min wortel 3. Oké. Nou, ik denk ook dat we hier maar even die haakjes moeten gaan uitwerken. Dus dan krijg je 3 wortel 2 keer 3 wortel 2. Hè, dat is die. En je krijgt 3 wortel 2 keer wortel 3. Nou, dan krijg je hier 3 keer 3. Ik krijg wortel 2 keer wortel 2. Wortel 2 keer wortel 2 is 2. En aan het eind krijg je 3 keer de wortel van 2 keer de wortel van 3. Maar wortel 2 keer wortel 3 is wortel 6. Dus het antwoord is 18 min 3 wortel 6. En meer kan je daar niet mee. C is de laatste. Daar staat 2 keer wortel 5 min wortel 3. Keer een half wortel 2. Oké, dus dat is een beetje vervelend voor de mensen die haakjes uitwerken eng vinden. Want als je hier de haakjes uitwerkt, dan blijf je haakjes houden. Kijk maar, want dat moet nog worden vermenigvuldigd met die half wortel 2. Dus ik ga het even anders doen. Ik ga zeggen, kijk, die half keer die 2, dat is 1. Dus wat hier eigenlijk staat, is wortel 5 min wortel 3 keer wortel 2. Dus, nou, wortel 2 keer wortel 5, dat was wortel 10... Wortel 3 keer wortel 2 was wortel 6. Dus het antwoord is wortel 10 min wortel 6. Als je dat nou niet had gedaan, dus dit is de snelle manier, hè? Maar als je dat niet zo had gedaan, dan had je eerst die 2 vermenigvuldigd. Dan had je gezegd, oh, 2 wortel 5 min 2 wortel 3. Keer een half wortel 2. En dus nou moet je die half wortel 2 met al die dingen vermenigvuldigen. Dus dan krijg je een half wortel 2 keer wortel 5. Dan krijg je eigenlijk meteen die wortel 10. En een half wortel 2 min 2 wortel 3. Die half en die 2 vallen weer weg. En dan krijg je hier een min wortel 6. Dus ja, eigenlijk is het niet eens een extra stap. Maar ik denk dat dit wel inzichtelijker is om te doen dan dit. Oké, nou dat was wat ik wilde bespreken. En de volgende keer gaan we het hebben over een factor voor het wortelteken brengen. En dat is iets fantastisch. En ik wil er ook iets meer over zeggen dan het boek. Want het boek zegt wel wat je moet doen, maar niet hoe je het moet doen. Terwijl ik ooit op de MAVO vroeger, want ik heb op de MAVO gezeten, een kunst heb geleerd om dat te doen. Dus ik zie jullie graag in het volgende filmpje. Even afsluiten. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel, bro, ja, dat is een feit. Fabio of universiteit. Minder snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.